Er in de tribune, Sinisa Mihajlovic, de enige ongeslagen coach van de Serie A, zit een schorsing uit. Maar zijn team begint wel perfect tegen Milan. Amoroso wordt tegen de grond gewerkt door Maldini. De scheidsrechter wijst naar de stip. De kans voor Marco Di Vaio om weer wat verder uit te lopen in de topschutterstand. Nummer 15 wordt voorbij Abbiati geschoten. 1-0 na 9 minuten. Desastreuze start dus, maar Milan gaat meteen furieus op zoek naar de gelijkmaker. Kaká met het schot, Antonioli bokst weg, maar recht in de voeten van Seedorf. 1-1, amper 3 minuten na de openingstreffer. Bankzitter Ronaldinho krijgt een knuffel. Nog eens 5 minuten later, Zambrotta wordt neergehaald door Bombardini en Kaká mag de penalty gaan trappen. Bologna heeft niet lang van zijn vroege doelpunt kunnen genieten. Carlo Ancelotti's 400ste match als Milan-trainer gaat de goede kant op. Gabi Modingai mag na zijn rode schorsingsdag weer meedoen bij Bologna, maar de Belg speelt een ongelukkige wedstrijd. Kort voor rust pakt hij zijn tweede geel, tweede rode kaart in 2 wedstrijden voor Modingai. Zoals u al merkte is Ricardo Kaká dan uiteindelijk toch bij Milan gebleven. En daar mogen ze blij om zijn. De Braziliaan is de absolute uitblinker tegen Bologna. Net voor rust maakt hij er fraai 1-3 van. Een herhaling van Bologna's stuntzege tegen Milan op de eerste speeldag zit er dan al lang niet meer in. De tweede helft is helemaal overbodig voor het resultaat, maar David Beckham pikt nog wel zijn eerste goal in de Serie A mee. Een hard schot, 1-4 en een overtuigende prestatie van een sterk Milan.